Maar zo positief al met het sportnieuws, dit keer uit Eindhoven. Want Jeffrey Bruma staat op punt om een transfer te verdienen naar Wolfsburg in Duitsland. En de 24-jarige Bruma, die al circa 19 keer in Nederlands Elftal heeft gespeeld, naar alle tevredenheid, ja, die staat daar open voor. En de kans is groot dus dat hij naar Duitsland verkast voor een bedrag van circa 15 miljoen euro. Bruma, die toch de laatste jaren goede indruk heeft achtergelaten bij mij. En hij heeft natuurlijk al eerder gespeeld in Duitsland bij HSV, Hamburger SV. Dus nu waarschijnlijk toch weer terug naar Duitsland. En voor circa 15 miljoen euro, zoals gezegd. Het is hem van harte gegund, deze top transfer. Goede voetballer, goede verdediger. En ook, wat ik al zei, sinds enige tijd ook zeker op de goede manier aanwezig bij de Nederlands elftal. Het is hem van harte gegund en we gaan het beleven. En ik ben ook benieuwd wat zijn vervanger wordt bij PSV. Maar er is tot nu toe nog weinig over te zeggen, weinig duidelijkheid. Dat zal vast binnen een paar weken anders zijn. En als dat nieuws er is, nieuwe spelers bij PSV, dan zal ik dat zeker weer gaan melden. En tot de volgende keer. Dit was het nieuws, sportnieuws uit Eindhoven, PSV.